Wil u in een stad wonen, Manuela van Werden, waar u voortdurend gefilmd wordt? Ik weet wel, u heeft wel wat ervaring met camera's natuurlijk, maar het gaat over andere camera's op straat en je wordt voortdurend gefilmd. Wil je in zo'n samenleving wonen? Leven? Ja, ik heb er geen problemen mee. Daar is het veiligheidsaspect ook. Er zijn ook mensen die verschrikkelijk veel moeite hebben. Gaat boven privacy dan? Privacy op straat. Je zal maar met je minnaar afgesproken hebben of je minnares. En ja, het maar dan zul je niet wereld. Voor in de cel belanden, neem ik aan. Nee, dat denk ik niet. Zij dat die minnaar. Maar goed, het gaat natuurlijk de vraag. Ik weet dat er niks gebeurt en dat ze in de tram kunnen nemen zonder maar, dat ze. En dan kunnen we daar gerust een beetje privacy voor opgeven. Dat vind ik wel, ja. Voor veiligheid wil ik mijn privacy. Moeten ze worden aangepakt. Ik kan het niet zo op een beloop laten. Dat is wat er nu was. Heb je dus de serie Politie 24/7 gezien in Antwerpen? Hoe perfect dat werkt met die camera's. Hoe dat je inderdaad die kleine criminelen toch kunt oppakken en zorgen voor dat de buurt een beetje veiliger wordt. Het is duidelijk, jullie hebben jullie punt gemaakt. Jullie willen camera's.